Goedenavond allemaal en welkom bij het webinar over spraak- en taalproblemen. Ik ga eerst even beginnen met de vraag of iedereen mij goed kan zien en horen. Zouden jullie dat eventjes in de chat willen laten weten of het geluid en het beeld oké is? Kijk ik even mee of alles oké is. Prima, oké. Hartstikke goed. Prima, dan ga ik van start. Ik ga starten met dit webinar en na afloop kunnen er vragen gesteld worden in de chat. Nou, specifieke vragen over uw kind zou ik niet in de chat zetten, maar die kunt u achteraf gewoon toesturen naar mijn e-mailadres. En ik zal uw vragen dan gewoon zo goed mogelijk beantwoorden. En achteraf krijgt u ook nog een e-mail toegestuurd met hierin het webinar en mijn contactgegevens. Dus echt specifieke vragen die echt niet 1, 2, 3 te beantwoorden zijn, die zal ik gewoon na afloop via de e-mail beantwoorden. Ja? Prima, dan ga ik gewoon van start. Ik ga mijn gehele scherm delen. Nou, nogmaals welkom. Mijn naam is Suzanne Wouter-Smits. Ik ben logopedist en dyslexiebehandelaar bij mijn logopediepraktijk sinds 2004. Daarnaast ben ik docent Nederlands als tweede taal bij onder andere IVO Wereldschool. Ik ga beginnen met een poll. En de vraag is, wanneer begint het taalverwervingsproces van een kind? Ga ik eventjes de poll openzetten en ik ga hem starten. Dus jullie mogen antwoorden met 1. Het taalverwervingsproces van een kind start vanaf de geboorte en wellicht al voor de geboorte. Of het taalverwervingsproces van een kind start vanaf het moment dat het kind woordjes maakt. En ik zie hier al 100% voor antwoord 1. En inderdaad, dat klopt. Het taalverwervingsproces van een kind start vanaf de geboorte en wellicht al wel voor de geboorte. Kinderen spreken vanaf het eerste moment met huilen, kijken, bewegen en luisteren. En met name het huilen van pasgeboren kinderen wordt door ouders en onderzoekers gezien als een belangrijk communicatiesignaal. Nou, hoe ziet dan de ontwikkeling van taal er eigenlijk uit? Nou, van 0 tot 6 maanden reageert je baby op je stem. Je baby reageert op andere geluiden, draait ogen en of hoofd naar het geluid toe of schrikt van hard geluid. Je kind maakt zelf ook geluidjes zoals En die geluidjes die noemen we universeel brabbelen. Dit brabbelen dat gebeurt over de hele wereld op dezelfde manier. En baby's oefenen dan eigenlijk alle klanken. En bij 8 à 9 maanden proberen ze echt klanken na te doen. En je kind imiteert dan ook je mondbewegingen. Nou, vanaf 12 maanden begrijpt je kind eenvoudige opdrachten, zoals pak de pop. Je kind brabbelt veel en gevarieerd en dit klinkt als de taal die jij spreekt. En je kind kan vaak al papa en mama zeggen en je kind reageert op zijn of haar naam. Bij 18 maanden begrijpt je kind eenvoudige opdrachtjes en zinnetjes, zoals waar is de auto? En je kind begint meer woorden te zeggen, minimaal 5, naast papa en mama. De woorden hoeven nog niet perfect te zijn, dus wanneer het niet perfect uitgesproken is, is dat helemaal niet erg. En de woordjes zijn ook nog eenvoudig van vorm, dus vaak zullen het nog woordjes zijn zoals bal en pop. Bij 2 jaar begrijpt je kind wat meer ingewikkelde opdrachtjes. Bijvoorbeeld, leg de pop in bed. Je kind zegt ook zijn eigen naam. En je kind gebruikt zinnen van 2 tot 3 woorden. Mijn pop of toel zitten. Nogmaals, het hoeft nog niet perfect te zijn. Je kind leert opeens ook zeer veel nieuwe woorden. Soms wel 7 op een dag. Bij 3 jaar begrijpt je kind simpele gebeurtenissen en verhaaltjes. En je kind spreekt in zinnen van 3 tot 5 woorden. Bijvoorbeeld, ik wil niet slapen. Dat hoor je als ouder heel vaak. Of je kind stelt vragen als, wie is dat?
Je kind gebruikt een aantal meervoudsvormen, zoals poes, poezen, en voorzetsels zoals op en in. Nou, bij 4 jaar lijkt de taal grammaticaal gezien meer op die van een volwassene. Je kind praat over het heden en het verleden. Bijvoorbeeld, gisteren waren we bij opa geweest. En je kind vraagt steeds waarom. Vreemden kunnen meer dan 3/4 van wat je kind zegt verstaan. Dus zelf kan je misschien alles verstaan, maar vreemden die kunnen ongeveer 3/4 van wat je kind zegt verstaan. Nou, wanneer is er nu sprake van een taalontwikkelingsstoornis bij baby's en peuters? Nou, je baby brabbelt niet of weinig gevarieerd. Je baby kwelt veel en gebruikt zijn mond en tong weinig om nieuwe dingen te ontdekken. Je baby geeft weinig reactie op een stem of een geluid. En daar moet je als ouders ook echt alert op zijn. Ga bij twijfel altijd naar een arts, want wanneer een baby niet reageert op een stem of op een geluid, dan kan er echt iets mis zijn met het gehoor. En het gehoor is uiteraard heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Je baby imiteert zelden klanken of woorden en je baby is opvallend stil tijdens het spelen. Nou, bij peuters dan, je kind zegt en begrijpt weinig woordjes. Je kind begrijpt korte opdrachtjes niet. Je kind is snel boos of verdrietig als je hem niet begrijpt. Je kind maakt nog geen juiste zinnen. Je kind is moeilijk te verstaan en brabbelt nog veel en heeft een eigen taaltje. En er is nog geen gesprekje mogelijk met je kind. Nou, wanneer is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis bij kinderen van 4 tot 12 jaar? Je kind heeft moeite met taal en is daarnaast slecht verstaanbaar. Je kind spreekt in korte, onlogische zinnen en heeft moeite met grammatica, woordvorming en zinsopbouw. Je kind heeft moeite om de juiste woorden te vinden. Ogenblikje, ik moet eventjes een slokje water nemen. Hier ben ik weer. Je kind is stil en praat weinig. Je kind durft vaak geen gesprek te beginnen. Je kind kan zich slecht concentreren. En je kind begrijpt anderen vaak niet. En hierdoor ontstaat er regelmatig een conflict of misverstand met vriendjes of klasgenoten. En je kind lijkt soms niet te luisteren. Je vraagt je kind bijvoorbeeld iets, maar je krijgt een ander antwoord dan verwacht. Dus niet Oost-Indisch doof, maar je krijgt gewoon een heel ander antwoord dan verwacht. Wanneer is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis bij pubers? Want ook dat komt natuurlijk voor. Het kind vertelt van de hak op de tak. Het praat onduidelijk en in korte zinnen. En vaak geeft het kind geen eigen mening. Het heeft wel een mening, maar het geeft geen eigen mening. En het kind geeft een ander antwoord dan je verwacht. Vaak valt het kind ook buiten de groep. En het geeft helemaal geen antwoord in nieuwe situaties. Het kind begrijpt ook vaak de opdrachten niet en voert ze niet uit. Het zal nooit een gesprek uit zichzelf beginnen en vooral niet in groepen. En vaak komt het kind in vervelende situaties terecht door misverstanden. En het kind heeft tijd nodig om woorden te vinden en zinnen te maken. Dat zijn echt duidelijke kenmerken. Gaan we verder naar de volgende vraag. Ik ga hem even openzetten. Even kijken. Ga ik eventjes de vraag openzetten. Ja. Wanneer een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, is er altijd sprake van een laag IQ. Ja of nee? En ik zie hier een overduidelijk nee.
En dat klopt ook, uiteraard. Nee, dit klopt niet. Uiteraard kan een laag IQ samengaan met een taalontwikkelingsstoornis, maar dit hoeft niet. Het mooiste voorbeeld is uiteraard Albert Einstein. Hij begon erg laat met praten, maar was heel intelligent. Dus het kan samengaan, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Nou, welke kindgebonden factoren zijn nu van invloed op het taalverwervingsproces? Nou, kinderen leren niet alleen spreken doordat er tegen hen wordt gesproken en zij dit gesprokene in zich op kunnen nemen, maar er zijn ook factoren in het kind zelf die van invloed zijn op het proces van taalverwerving. Hieronder vallen het algemene leervermogen, het leervermogen voor taal, het vermogen tot luisteren, het vermogen tot contact leggen met de omgeving, de motorische vaardigheden, de mondmotoriek moet natuurlijk ook in orde zijn, en de neuroanatomische uitgangspunt. Dat is een moeilijk woord dat de bewegingen van lippen, tong en verhemelte worden gestuurd en gecoördineerd vanuit de hersenen. Dus dat is eigenlijk welke kindgebonden factoren van invloed zijn. Nou, uiteraard is ieder kind uniek. En het taalverwervingsproces zal niet bij alle kinderen op precies dezelfde wijze verlopen. Er zijn verschillen in tempo van ontwikkeling en in manier van ontwikkeling. Het ene kind is bijvoorbeeld heel snel met tekenen en het andere kind is weer snel met lezen. En deze verschillen zijn voor een deel terug te voeren op verschillen in aanleg van het leervermogen. Zowel het algemene leervermogen als het taalspecifieke leervermogen. Van het vermogen tot luisteren en het vermogen tot contact leggen. En ook de neuroanatomische uitgangspunten, dus dat de lippen en de tong het goed doen en de snelheid van motorische ontwikkeling, de mondmotoriek, spelen een rol. Nou, het taalverwervingsproces bij kinderen wordt weliswaar gedragen door een voldoende en aangepast taalaanbod vanuit de omgeving, maar het kind moet dit taalaanbod verwerken met behulp van de mogelijkheden die het op verschillende terreinen heeft meegekregen. Dus het ene kind is heel snel met taal leren, het andere kind is snel met fietsen enzovoorts. Nou, dan heb je ook nog secundaire taalontwikkelingsstoornissen. Nou, wat zijn dat nu? Onder secundaire taalontwikkelingsstoornissen verstaan we stoornissen in de spraak- en taalproductie, vaak ook van het taalbegrip, die voor een groot gedeelte te verklaren zijn vanuit een duidelijk aanwezige andere stoornis. Bijvoorbeeld, het allerbelangrijkste ook wel, verminderde gehoorscherpte. Dat is heel vaak worden kinderen gezien in de praktijk die echt, zonder dat ouders het wisten, verminderd horen. Dus het is heel belangrijk om daar alert op te zijn. Verstandelijke beperking, een emotionele ontwikkelingsstoornis. Hierdoor kan bijvoorbeeld mutisme ontstaan, waarbij het kind weigert te spreken. Neurologische ontwikkelingsstoornissen en afwijkingen aan de spraakorganen, zoals bijvoorbeeld de schizis. Dus een spleet van de lip, kaak en of gehemelte. Of de spraakmotoriek of combinaties van dergelijke factoren. En ook kan er bij kinderen sprake zijn van een verworven afasie. Dat is een taalstoornis ten gevolge van een hersenbeschadiging. Zoals je die ook bij volwassenen kan zien die een hersenbloeding hebben gekregen. Nou, wanneer zie je nu een taalontwikkelingsstoornis in combinatie met tweetaligheid? Nou, tweetalige kinderen bereiken hun mijlpalen zoals brabbelen, eerste woordjes, even snel als eentalige kinderen. Ze zijn wel iets langzamer in het vinden van woorden, maar weer sneller in het ontwikkelen van taakgericht gedrag. Dus focussen op het doel dat je wilt bereiken. Nou, deze drie conclusies gelden voor kinderen die vanaf jonge leeftijd tweetalig zijn. Dat noemen ze wel simultaan
tweetalig opvoeden. Dus wanneer zowel de vader als de moeder tegelijkertijd twee talen aanbieden. Kinderen die pas later tweetalig worden, bijvoorbeeld nadat ze op 4-jarige leeftijd met hun ouders zijn geëmigreerd naar een ander land, lopen in hun tweede taal in het begin natuurlijk wel achter. Maar ze kunnen de achterstand snel inhalen. Dat blijkt uit onderzoek waarin is gekeken naar de taalontwikkeling van kinderen die, vanuit diverse landen, naar Canada zijn verhuisd. De kinderen in dat onderzoek waren tussen de 3 en 6 jaar oud toen zij begonnen met het leren van Engels. En zij leerden in zo'n 2 tot 3 jaar de stam plus S-regel, zoals walks en sees, terwijl sommige volwassenen die Engels als tweede taal leren deze regel nooit onder de knie krijgen. Ja, natuurlijk zijn er bij tweetalige kinderen verschillen in het tempo waarin zij beide talen leren. En ook bij eentalige kinderen is dat zo. De een heeft de onregelmatige verleden tijden snel onder de knie en de ander blijft er gedurende de hele basisschoolperiode mee worstelen. En die zegt dan bijvoorbeeld, ik roepte hem nog. Maar ongeveer 7% van de kinderen vindt het leren van taal extreem lastig. En die kinderen hebben een taalontwikkelingsstoornis. Nou, kinderen met cognitieve, emotionele of medische problemen en kinderen met een zwakke taalaanleg hebben het eigenlijk al moeilijk genoeg om één taal te verwerven. En voor hen kan het voordeel van de tweetalige opvoeding een absoluut nadeel worden. Maar ja, van tevoren valt echter absoluut niet in te schatten of een kind voldoet aan de criteria, zoals ze dat dan zeggen, die men meestal noemt om te komen tot een succesvol resultaat van een tweetalige opvoeding. Dus een tweetalige opvoeding hoeft geen probleem te zijn bij een normaal opgroeiend kind, maar een kind dat op andere gebieden niet de normale ontwikkelingsgang kan volgen, moet niet extra belast worden met twee verschillende talen. Dus de keuze voor een tweetalige opvoeding blijft altijd een risico met zich meedragen. Want soms kan je niet zien of een babytje een taalontwikkelingsstoornis heeft. Dus ja, bij een kind dat bijvoorbeeld later een tweede taal verwerft en dan moeite krijgt met de taal, dan moet je altijd kijken, hoe is de moedertaal? Had het kind ook problemen met de moedertaal? Zo niet, dan heeft het kind geen taalontwikkelingsstoornis. Als de moedertaal goed is, bij een kind dat op latere leeftijd een tweede taal verwerft, dan heeft het kind geen taalontwikkelingsstoornis. Dus dat is echt wel een heel belangrijk meetpunt. Is de moedertaal goed, dan heeft het kind, ja, dan is hij niet talig aangelegd. Dat kan, maar dan heeft het geen taalontwikkelingsstoornis. Ik ga verder met een open vraag. En de open vraag is, hoe kun je de taalontwikkeling van je kind stimuleren? En dan mogen jullie in de chat even wat antwoorden erin zetten. Hoe kun je die nu stimuleren? Dus de taalontwikkeling van je kind, hoe kun je die stimuleren? Ik zie hier al komen heel veel lezen, interactief lezen, voorlezen, voorlezen en veel kletsen, zeker voorlezen, voorlezen. Verhaaltjes vertellen, ook heel goed, voorlezen. Samen spelen ook heel goed, boekjes voorlezen, samen activiteiten doen en benoemen. Veel lezen, films kijken, gesprekken voeren, samen spelen, lezen, samen zingen. Samen over een onderwerp praten, liedjes spelen met daarbij benoemen is ook heel goed. Zingen, dansen, lezen, veel herhalen, zeggen wat je doet, met elkaar actief zijn. Voorlezen, praten, spelen, uitlokken, samen erop uitgaan, zeker ook heel goed. Samen dingen benoemen, de wereld om je heen. Dat is hartstikke goed. Nou, wat kun je doen? Inge noemt nog benoemen. Wat kun je nou doen om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren? Nou, wat kun je nou doen bij 0 tot 6 maanden? Nou, praat rustig en vriendelijk tegen je baby. Zing en lach met je kind mee. Algemeen tijd investeren in je kind, dat vind ik ook een hele goede. Die zie ik ook nog net even voorbij komen. Je moet altijd tijd investeren in je kind. Praat over de geluiden die hij hoort en leg ze uit. Bijvoorbeeld broem doet de auto. En benoem de personen en dingen om hem heen. Bijvoorbeeld, hey, daar is papa. En vertel je kind steeds wat je aan het doen bent. Zo, ik ga je wassen. Gewoon iedere keer opnieuw.
En geef je kind boekjes van stof of plastic en kijk samen naar de plaatjes. En dit stimuleert het latere lezen. Nou, wat kan je doen bij 12 maanden? Varieer met je stem. Dit vindt je kind hartstikke leuk. En laat je kind het plezier van communiceren zien. Dus moedig alle vormen van wederzijdse communicatie aan. Dus gekke bekken trekken, glimlachen, aankijken, kiekeboe spelletjes. En geef je kind boekjes voor in de box van hard karton, stof of plastic. En bekijk samen de plaatjes. Kijk, een eendje. Kwak, zegt het eendje. En stimuleer je kind om uit een echte beker te drinken. Dat is goed voor de ontwikkeling van de mondspieren. En geef je kind steeds minder vaak een speen, want ook dat is heel slecht voor de mondmotoriek. En tegelijkertijd, wanneer een kind een speen in zijn mond heeft, kan het kind uiteraard niet goed praten. Nou, wat kun je doen bij 18 maanden? Nou, gebruik eenvoudige en complete zinnen, zoals daar rijdt een auto. Gebruik geen babytaal. En lees samen met je kind, liefst op een vast tijdstip, dus bijvoorbeeld voordat je naar bed gaat. Wijs samen plaatjes in een boek of tijdschrift aan en praat erover. Bijvoorbeeld, waar is de appel? Goed zo, dat is een lekkere appel zeg! En vormen en kleuren interesseren je kind, dus speel daarop in. Nou, bij 2 jaar vergroot de woordenschat van je kind door voorwerpen te benoemen en door te vertellen wat je aan het doen bent. Even in de soep roeren, bijvoorbeeld. En laat het kind ook meespelen in een klein keukentje. Leg de woorden die hij niet begrijpt uit door iets te laten zien of ruiken, voelen of proeven. Door iets voor te doen of door een foto of tekening te laten zien. En herhaal de woorden die hij niet goed uitspreekt correct. Vraag je kind niet om het woord goed te herhalen, maar door je goede voorbeeld leert hij het woord vanzelf goed. Dus zegt je kind bijvoorbeeld, daar loopt een poe, in plaats van daar loopt een poes, dan herhaal je gewoon, ja, daar loopt een poes. Ga niet zeggen, zeg maar eens na, poes, poes. Het is niet goed wat je zegt, nee, want dan kan het kind gaan blokkeren en stoppen met praten. Wat kun je doen bij 3 jaar? Nou, leer je kind om verhalen te vertellen. Help je kind om zijn gedachten en gevoelens duidelijk te maken door te vragen wat hij precies bedoelt. En praat ook zelf over je gedachten en gevoelens. Nou, als je kind een verkeerde vorm van een woord gebruikt, is dat geen echte fout. Bijvoorbeeld, ik valte in plaats van ik viel. Je kind heeft dan een regel geleerd, de verleden tijdsvorm, en hij past die toe. Hij leert de juiste toepassingen uiteindelijk vanzelf door je goede voorbeeld. Bij 4 jaar. Lees samen verhalen en vertel ze om de beurt. Praat over wat er gebeurt in het verhaal en hoe het zou kunnen aflopen. En steeds hetzelfde boekje lezen is helemaal niet erg. Heel vaak willen kinderen iedere keer datzelfde boekje. En als ouder denk je dan, oh nee, niet weer dat boekje, niet weer dat boekje. Dat is helemaal niet erg. Dat is beter dan geen boekje. Het is voor een kind herkenning. Ze weten vaak wat er komt. En het is ook goed voor de taalontwikkeling. Het is echt niet erg om hetzelfde boekje te lezen. En kinderen hebben ook een voorbeeld nodig. Laat ze zien dat je zelf ook leest in plaats van dat je heel de tijd zelf op je smartphone zit. En stimuleer het denken van je kind door vragen te stellen over gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, waarom heb ik vandaag een paraplu nodig? Of wat ook leuk is, als je bijvoorbeeld gaat pannenkoeken bakken met je kind. Nou, wat zou er nu gebeuren wanneer ik melk bij het meel doe? Wat gebeurt er dan? Nou, wanneer moet je nu contact opnemen met een arts en een logopedist? Nou, neem contact op met een arts en een logopedist als je ongerust bent over het praten van je kind. En je zeker twijfelt aan het gehoor van je kind. Je kind zich langzamer ontwikkelt of anders dan in het webinar stond beschreven. Je kind onverstaanbaar blijft voor vreemden. Je kind niet voldoende contact maakt om met jou of anderen te communiceren. Je kind moeite heeft om te vertellen wat hij wil vertellen. Of je tips en adviezen over meertalig opvoeden wil. Of als je kind
andere logopedische problemen heeft. Denk bijvoorbeeld aan stotteren, heesheid, open mondgedrag, articulatieproblemen, slikproblemen of andere communicatieproblemen. Neem dan gewoon zo snel mogelijk contact op. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het webinar en het is tijd om vragen te stellen. Dus nogmaals, als het echt hele specifieke vragen zijn, dan zou ik ze gewoon echt even persoonlijk in een e-mail stellen. Die zal ik gewoon netjes beantwoorden, want ik kan bijvoorbeeld vanaf hier niet beoordelen of uw kind wel of geen taalontwikkelingsstoornis heeft. Ja, Sigrid, de PowerPoint die wordt nagestuurd. Morgen wordt er een e-mail toegestuurd met hierin het webinar en de contactgegevens. Dat sowieso. Dus als er vragen zijn, dan kunnen ze nu gesteld worden. Dan wacht ik even op de vragen. Ja, de vraag van Henny. Wat ik lastig vind, is een onderscheid te maken tussen tweetalige standaardproblemen en problemen gelieerd aan bijvoorbeeld een onderbeet. Kun je iets specifieker zijn, Henny? Complimenten voor de heldere uitleg. Graag gedaan. Fijn dat we de PowerPoint toegestuurd krijgen. Dank voor de heldere uitleg. Voor mij weer een opfriscursus. Graag gedaan. Oké, Henny. Zij heeft articulatieproblemen en heeft een beugel voor een onderbeet. Tevens heeft ze een mondademhaling. Ja, dat zijn specifiek articulatieproblemen. En wordt ze tweetalig opgevoed? Ja. En heeft zij problemen met de taal of is het de articulatie? Ik zie hier nog een vraag binnenkomen. Zij heeft taalproblemen, bijvoorbeeld vervoegingen. Dat staat natuurlijk weer los van de onderbeet. Wordt ze simultaan, dus tegelijkertijd tweetalig opgevoed of heeft ze pas later een tweede taal geleerd? Later, vanaf 4 jaar. En is de moedertaal in orde? Nee, dat is voor mij dus, dat heb ik in het webinar net verteld, wanneer de moedertaal niet in orde is, dan is er toch vaak sprake van een taalontwikkelingsstoornis. Als de moedertaal ook niet in orde is, dan zou ik zeker eventjes contact opnemen voor meer informatie, want dan kan er echt wel sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. Ja. Leek in orde, maar is achteruit gegaan in de afgelopen jaren. Ja, dat liet ik net ook naar voren komen. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, die hebben vaak al moeite met één taal. En als er dan een tweede taal bij komt, wordt het alleen maar moeilijker. Ik zou eventjes een e-mail sturen voor meer informatie. Graag gedaan. Een kind van 2,5 dat een paar woordjes spreekt, is dat een probleem? Dat was van Edith. Van 2,5 jaar die nog maar een paar woordjes spreekt, zou ik ook zo snel mogelijk contact opnemen met de logopedist. Want dat is inderdaad weinig. Dus Edith, ik zou zeker even contact opnemen. Is het ook mogelijk door een traumatische ervaring tijdens de zwangerschap het kind hierdoor een taalstoornis ontwikkelt? Dat kan, maar het hoeft niet. Het ligt eraan hoe de traumatische ervaring is geweest natuurlijk, wat er precies is gebeurd. Het is wel zo dat wanneer een kind veel stresshormonen binnenkrijgt,
dat altijd van invloed heeft. Het is altijd op invloed in, ja, het heeft altijd invloed op het kind. Alle stresshormonen die vrijkomen, hebben ook invloed op het ongeboren kind. Dus het kan, maar het hoeft niet. Het kan ook zo zijn dat er gewoon helemaal niets aan de hand is. Mijn nichtje van 3,5 spreekt nog steeds niet goed, onduidelijk. Dan zou ik zeker contact opnemen met de logopedist. Ja, absoluut. Ja. Dus het kan, maar het hoeft niet. Als een kind zowel taalproblemen als spraakproblemen heeft, waar kun je dan het beste mee beginnen? De problemen waardoor de participatie het meest beïnvloed wordt, kan tegelijkertijd. Sarah, dat kan tegelijkertijd. Een logopedist pakt dat allemaal tegelijkertijd aan. In een graag gedaan. Tubulia, graag gedaan. Sarah, dat kan, dat wordt tegelijkertijd aangepakt door een logopedist. Zowel de spraak als de taalproblemen. Dat gaat allemaal in één moeite door. We gaan niet eerst de articulatie aanpakken of eerst de taal. Dat gaat allemaal, dat is één pakket dat wij aanbieden. Is daarmee je vraag beantwoord, Sarah? Graag gedaan. Zijn er nog vragen? Graag gedaan. Dan ga ik nog bedankt voor de interessante uitleg. Heel graag gedaan. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. En wat mij betreft, even kijken. Oké. Nou. Oh, sorry. Bij mijn vraag viel het geluid weg. Hey, dit was bij jou de vraag van de kind van 2,5 die nog geen woordjes spreekt? Of maar een paar woordjes spreekt? Want dan had ik gezegd om dan toch contact op te nemen met de logopedist. Dus dan kom ik inderdaad bij deze sheet uit. Voor logopedische vragen of aanmeldingen voor online logopedie mogen jullie altijd contact met mij opnemen via logopediesmits@zeelandnet.nl. En je kan ook naar mijn website gaan, nederlandsetaalenspraak.nl. En de praktijk is ook te volgen via Facebook. Dus daar kunnen jullie, ja, alle informatie vinden. En tevens biedt mijn praktijk ook een logopedische screening aan voor kinderen uit groep 2. De screening is een kort onderzoek en dient als uitgangspunt om het kind voldoende luister- en taalvaardig te maken voor groep 3. Dus ja, dat is eigenlijk wat de praktijk ook nog aanbiedt. En dit webinar is ook natuurlijk uiteraard aangeboden door IVO Wereldschool. En zij geven Nederlands onderwijs op afstand voor kinderen vanaf 2,5 tot en met 18 jaar. Ze hebben een flexibele planning. En naast Nederlands geven zij ook alle andere schoolvakken. En ook als je vragen hebt over meertalig opvoeden of interesse in Nederlandse lessen in het buitenland, ga naar hun website of neem contact op. En je krijgt altijd 10% korting vanaf het tweede kind wanneer je dit webinar hebt gevolgd. Dus dat is eigenlijk hoe ik het webinar wil afsluiten. En ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor jullie enthousiasme. En mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust via de e-mail. En dan zal ik alles zo snel mogelijk beantwoorden. Graag gedaan iedereen. Ik zie nog veel reacties binnenkomen. Dankjewel. Oké, prima. Dus voor nog meer vragen, neem gerust contact op. En fijne avond iedereen. Oké, goed. Graag gedaan. Fijne avond nog.